Een uniek moment dinsdag toen hoogheemraden van Delfland en wethouder Voskamp van Maassluis met een vlot de Wateringse sluis in mochten. Dit was mogelijk omdat het waterpeil door renovatiewerkzaamheden was verlaagd. Nou, deze sluis die wordt natuurlijk al heel lang niet gebruikt. En wat we daar nu aan het doen zijn is hem geschikt maken als vispassage. Dus dat vis en dan met name glashaal vanuit de zee, eigenlijk helemaal vanuit de Saragossazee, hier door de Wateringse sluis heen het achterland in kan trekken. Dus zo door de Noordvliet heen verder het binnenland in. Op het moment dat het water in de haven net iets hoger staat als in het gebied achter de sluisdeur, dan gaan er wat kleinere luikjes open. Dat zijn luikjes van ongeveer 40 bij 40 centimeter. Daardoor kunnen die vissen naar binnen zwemmen. Op een gegeven moment zakt het luikje dicht en dan gaat er een luikje aan de binnendeur open. En dan kunnen ze zo vrij naar achteren toe zwemmen. Tijdens de renovatie wordt er ook van binnenuit gewerkt. Het unieke hieraan is dat er in de sluis een deel van de oude sluis uit de 14e eeuw tevoorschijn komt. De renovatie zorgt er ook gelijk voor dat andere gebreken worden aangepakt. Nou ja, we plegen natuurlijk gelijk groot onderhoud. Het is een sluisgolf. Die is van natuursteen en van beton. Hij is in de loop der tijd, want hij dateert zoals je kunt zien op het wapen wat erop staat uit 1653. Maar er is in die tussentijd natuurlijk wel een aantal dingen aan gebeurd. Hij is 2 maal verlengd, voor het laatst in 1935, om uiteindelijk hier in de havenklok uit te komen. En ja, dat betekent ook dat er onderhoud gepleegd moet worden. Dus de binnenkant van de sluis die zijn we aan het onderzoeken en daar waar nodig aan het herstellen. En dan heeft mijn sluis er weer een prachtige vispassage bij.